pesalaka tango ifo monela pena tongo opesi na bapese na jeme oti mosala janti ozongi na fololo oti kani kokata mangala ya kokeka makambo mosusomisana esengeli otika na basenge ayebisa kino bansobako Yeah.
Oh, Charlie!
Hello, to Bill. Oh, bye-bye. I hope to come next. Jumbo. Jumbo, Bwana. Habari gani? Vizuri sana. Wageni, wakaribishwa. Kenya yetu, hakuna matata. Jumbo. Jumbo, Bwana. Habari gani? We zijn hier in 1991 of 1992 voor het eerst geweest. We zijn ooit begonnen met het bouwen van een basisschooltje. En daar hebben ze er uiteindelijk 72 van gebouwd. Om een idee te geven, in het hele district zitten er 200. Dus een derde van alle scholen die hier staan, die zijn door ons gebouwd. En uiteindelijk kwamen mijn ouders op het idee om voor de medische verzorging van die kinderen ervoor te zorgen dat er altijd binnen 10 kilometer van zo'n school een medische post zou zijn. Zo zijn ze eigenlijk een beetje gewoon op de kaart gaan prikken van waar willen we dan een medische post gaan bouwen. Nou, dit is er één van. Zo hebben we er in totaal 10 gebouwd. Zodoende was het mogelijk om altijd binnen loopafstand medische verzorging te krijgen. Loopafstand is in een straal van 10 kilometer in Kenia. Wij denken dan tot maximaal een kilometer of zo, maar dat gaat hier anders. Dus ongeveer iedere 10 kilometer afstand was er altijd wel een medische post te vinden. Nou, uiteindelijk hebben wij daarnaast nog een heel aantal andere projecten opgestart. En een van die projecten die heb je daarvoor gezien, dat is het gehandicaptenschooltje. Daar hebben wij bijna alle gebouwen ook van neergezet. En dat schooltje ondersteunen we nu nog met het onderhouden van de daken. Maar we proberen ze ook te helpen met het verzinnen van
allerlei leuke artikelen die die kinderen kunnen maken. Simpele dingetjes, veel ook van oude binnenbanden. Dus als jullie binnenbanden hebben die je straks niet mee naar huis wil nemen omdat ze naar de knoppen zijn, dan willen wij ze graag hebben. Die brengen we daarheen en dan maken ze sieraden van het rubber en allerlei andere dingetjes die ze daar uiteindelijk weer verkopen. En zo doen ze een beetje in hun... Is lekker, Jan? Het is heerlijk.
maar niet met allemaal dat het hetzelfde zuiverlijntje wordt gemaakt. Geen moeilijk voor de. I never thought.
ah.